I see hundreds of crystal lights. What happens when I touch them? We zijn eigenlijk in opdracht van de gemeente Eindhoven gevraagd om na te denken over de innovatie van het licht. Hè? Je had vroeger de kaars, en dan de gloeilamp, dan de LED. Maar what's next? Wat volgt daar nou al op? En toen hebben we eigenlijk voor Eindhoven duizenden crystals gemaakt. En dat zijn een soort steentjes van licht die op de grond liggen. En hoe meer je ermee speelt of letters mee schrijft of verhalen mee deelt, hoe meer licht ze gaan geven. Heel erg nadenken over hoe je technologie en poëzie met elkaar kan versmelten. En heel erg nadenken over hoe je weer bijzondere plekken kan maken waar mensen naartoe komen, verhalen delen, mee spelen, mee interacteren. Dus openbare ruimte niet als iets statisch, maar juist als iets innovatiefs, als iets heel speels. Crystal is aan de ene kant functioneel, hè. Het is een andere manier van verlichting, waar je loopt is het licht en de rest is uit. Maar het gaat ook heel erg over inderdaad social media. Waarom zitten we de hele dag naar zo'n computerscherm te turen? En kan dat niet wat fysieker, kan dat niet wat tactieler? Dus om plekken te maken waar mensen naartoe komen om die verhalen te delen of mee te spelen. De steentjes werken ook alleen maar daar. Hè? Dus ze hebben dat magnetisch veld wat in de grond daar zit nodig om op te lichten. Dus het gaat echt weer om unieke plekken te creëren. En ik denk dat dat heel erg fascinerend is in een wereld die zo extreem digitaliseert. Die steentjes liggen er los. Dus mensen kunnen ze delen met elkaar. Maar ze kunnen ze ook stelen. Dat gaat gebeuren. Dus wat we doen is, we open sourcen hoe zo'n steentje moet worden gemaakt. Dat is niet zo ingewikkeld. Want de echte high-tech zit in de mat en die kan je niet meenemen. Dus elk jaar worden er een kleine 5.000-6.000 steentjes bijgemaakt door een zorgverzekeraar of een chipfabrikant of een Dutch Design Week of een zorg of een AVRO of een Boijmans van Beuningen. Die kunnen zelf bepalen wat voor kleur, hoe groot en dergelijke. En dat zorgt ervoor dat die steentjes continu weer toe worden gevoegd, maar ook dat er een soort variatie ontstaat. Dus de interactie is ook dat ik als ontwerper het even loslaat. Hè? Ik creëer een platform en dan kijk er maar wat er gebeurt. En dat is best eng, ook voor mij, omdat je weet niet wat er gebeurt.